Oh mijn god, raakte hem. Oh, ik kan... Ah! Oh my god! Get wrecked, pik! Oh, sluit af! Jongens, Planes versus RPG's, dat vinden jullie leuk. En het is zoals gewoonlijk Jesse en ik tegen mij en Stino. Jesse maar het en is... ik? Nee, Jesse en Stino. Jesse tegen Torben en mij. Wat? Wat zeg jij allemaal, maat? Dit is Santino en ik tegen Jesse. Ja. Jezus, hé. Ja, dat wat hij zegt. Wacht, waar is hij eigenlijk? Hij is denk ik onder ons of onder boven ons? Hé, ik snap het niet. Ik heb een sniper ook. Ja, maar dus... kunnen hem ook... Nee, waar heb je snipers? Oh, daar. Wacht, die pak ik ook eventjes. Wie hij... ook zo'n raar pakje aan? Ja, wij zijn dikke vette juggernaut. Kijk, Santino. Maar... Huh? Santino, zal ik jou een tip geven? Oh. Nee, wacht, ik doe het dadelijk laten zien aan jou. Hé, maar wacht. Oh, hij heeft een vliegtuig. Ja, hij heeft een vliegtuig. Oh ja, maar dat wist ik niet. Maar wat kan ik met dit vliegtuig? Ik kan niet eens schieten, man. Hé, hey, broer, ik ga hem uit dat vliegtuig schieten, ja? Let op. Let op. Maar, waar zijn jullie? Ik kan niet eens schieten. Ik nee, maar hem. Je moet ons eraf, beuken. Oh, ik zie hem! Oh, nee, wow! Wow! Huh? Oh, mijn god, ja, maar mijn vliegtuig is al kapot. Santino. Bro, ik Santino. Zie hem niet! Santino. Ik zie hem niet! Kijk eens. Oh, daar is hij. Santino, kijk eens. Wacht. Wat? Ik. Wow, oh ja, hoe deed je dat ook alweer? Ja. Oh, jongens. wacht, we kunnen hem snipen, Ja, wacht, hoe deed je dat? Oh. Oh my god. Oh, huh, hoe ben jij dood? Ja, omdat ik out of the area was. Oh, knap. Oh ja, dit gebeurt trouwens wel als Jesse in zijn eentje is. Ik kan deze shit niet. Ja, nee, hij kan dat. Het gaat nog wat worden, jongens. Oké, Jesse, ik geef jou een tip. Dadelijk, als jij op een plateau staat. Ja. Je bent zeg maar een weerwolf, dus dan moet je weer... L2 en een vierkantje, dan kan je springen. Ah, maar spring! Maar spring niet van het platform af! Ik doe mijn best. Ja, oké, okay, ik ga het gewoon een paar keer zeggen. Spring niet van het platform af. Spring niet van het platform af. Ja, yes, volgens mij moet je niet van het platform afspringen. Maar wij komen, wij staan dus boven je. Weet je wat ik nou oprecht niet snap? Nou. Dat ik echt al vanaf zo jongs af aan speelde ik een Pokémon spelletje. En dan gamen. Weet ik wat ik allemaal doe, weet je wel. Maar waarom ben ik zo fucking slecht in elke game? Hoe kan dat? Dat ik gewoon... Ik weet het niet. 0,0 beter wordt. Ja, misschien moet je gewoon... Nou, dat valt wel mee. Je bent best wel goed hoor, Jesse. Broer, waar zijn jullie? Ja, maar kijk wie het zegt. Nee, rustig aan, hè. Oh, hij... Oh, toen hij ik is... aan het game was, zat jij nog in je pampers. Wacht, ik hoor een vliegtuig. Ja, waar moeten wij eigenlijk heen? Wij moeten naar beneden. Naar beneden. Oh, wacht. Je gaat inderdaad heel snel uit de zone. Dat moet je niet doen. Oké, okay, zo. Oh mijn god, ik hoor een vliegtuig. Ik ga gewoon een beetje spelen met Jesse, joh. Ik ga maar dat is moeilijk, jongen. Hij springt nu. Dat was echt wel lastig. Oh, wacht. Hij heeft homing missiles, hè? Oh, wacht. Ja, maar het is ook lastig om... Wow! Oh! Ja, ik lig eraf. En wat doet hij? De afspringen! Nee, ik beuk hem eraf. Ja, Broer, ik moet mij focussen op twee vliegtuigen. Ja, dat is wel lastig, maar ik ben hè? Toch de weg kwijt. Nee, ik nam hem helemaal mee, Stino. En dan had hij op de een of andere manier blijkbaar nog hoop of zo. Ja, ik zat te balanceren op het randje. Maar je was dood. 2-0. Oh, we mogen weg! Kijk op Jesse. Het kan volhouden. Om... Ik ga hem no-scope uit zijn vliegtuig, gek. Ja, ik wil hem eigenlijk ook wel snipen. Maar ik moet eerst een sniper. Ja, jullie mogen alleen snipers gebruiken. Dat vind ik wel goed. Hé, jij hebt ook sticky bombs. Oh, maar je moet even opletten. Hij komt van boven. Hij kan gelijk hier een... Oh, ik opletten, man. Hij is niet nodig. Waar is hij? Ik hoor hem wel. Hij komt nu naar beneden. Hij gaat voor gelijk een dive bomb doen, denk ik. Nee, hij gaat hier grappig, niet. Grappig, hè? Ik hoor dat vliegtuig. Oh, wat doet hij nou? Zo! Ik hoor dat vliegtuig, maar ik zie. Wat? Dan ben ik weer uit de area. Wat een bullshit. Ja, je ziet op je minimap, zie je een geel stukje. Waar is hij? Hij komt nu eraan. Oei, joh! Oei! Ja! Oh, kutspel! Potverdorie! Dit echt, jongen, maar dit is niet te doen in mijn eentje, broer. Jawel, je moet gewoon één van ons uitschakelen. Hé, maar Jesse staat op 3-0, man. Ja, man, lekker. Ja, maar lekker stop. Doe even je best of zo. Ja. Jesse die gaat dodgen als dodger cat. Ja. Sassy Jassy. Ik ga echt dat werk ook gewoon naar mijn groene vliegtuig pakken. Waarom heb ik zo'n raar. Ik span dus gewoon gelijk bij mijn oranje ding. Ja, dat is een juggernaut. Nee, ik ben een ridder. Ridder, jij bent de toekomst ridder. Ik ben geen juggernaut, ik ben een ridder. Jassy? Dit is echt zo snel. Eerst zie jij een bal en dan ben ik er. Kijk, dat is een bal. Oké, nu een tweede bal. Maar er zijn twee vliegtuigen. Huh, je broer, je bent onzichtbaar bij mij. Ik ben niet onzichtbaar.
Oh, je vloog onder me door. Oh! Wow, yo! Zo! Heb ik hij hem? Had me nog bijna over. Nee! Hij had mij bijna over. Ik ben kapot. Ik ben kapot. Hoe ga ik dit nou doen? Ja, de mijne rookt. Ik ga ook uit de area. Ja, dat had ik ook. Je bent de lul. Nee. Ik ben dood. Stino, jij moet het doen. Ik doe daadwerkelijk mijn best om Jesse te raken, hè? Dat is het ergste. Stino, jij moet het doen. Ik ben dood. Ik was out of the area. Hij heeft me. Lekker! Godverdomme, man. Echt die vleugel, jongen. Ruit! Oh. Wat? We hebben toch wel gewonnen? Round loser! Ja, dat staat bij mij ook, hoor. Nee, je hebt gewonnen! Hoe kan dat nou? Omdat ik misschien eerder oplochte dan... Jij bent zo'n daap! Ik dacht dat hij al dood was gevallen, Pink! Wat deed jij dan? Ik vloog tegen het eiland. Oh mijn god. Nou jongens, kijk of je... Het is nou dus 3-1, maar dat had eigenlijk 4-0 moeten staan, Jesse. Dat ben ik. Het is al weekend wel, het weekend. Santino, zullen wij steempje schade doen en dan de verliezer moet springen? Nee, maar dat vind ik... Oh, ik dacht dat ik jou echt ontplofte. Dat vind ik nooit zo leuk. Oké, steen, papier, schaar. Steen. Wat doe jij nou? Ik had steen. Oh, oké, nog een keer. Dit is toch gewoon een kansloze steen, missie voor mij? Steen, papier, schaar. Papier. Kut. Oh. Steen, papier, schaar. Schaar. Papier. Ja, dag. Oh, pas op. Woep. Hoppa. Oh, mijn god. Allebei. In één klap. Volgens mij hebben wij leven allebei nog. Jij bent What dood. The fucking en bullshit. Wij hebben de ronde gewonnen. Ja, maar ik vlieg met een vliegtuig vol op jullie hoofd in. En hoe hebben jullie dan gewonnen? Nee, je moet... Kijk, omdat wij... Je hebt een juggernaut pak aan. Je moet het er echt af... Laten vliegen. Hier, zeg maar. Hij zit er gewoon steenpjes gaat. Man vliegt op ons af. Man overleeft niet. En hij is... En vervolgens zit hij... Hoppa! En dan... Oh. En hij is ook nog zo... zo zeker van zijn zaak dat hij ons had, hè. Ja, ik denk vol op jullie hoofd en jullie zijn van dood. Hoppa! Nee. Ja, ik denk als ik een vliegtuig kop al heb ik een ridderauto. Oké, Stine, omdat je de steen per schaar hebt verloren, moet jij gewoon vol op Jesse invliegen. Nee, vol op Jesse van recht naar beneden. Van boven gelijk een divebom, Dus waarschijnlijk een plofje vliegtuig, maar... kan hem ook gelijk... Vol op zijn hoofd. Ja, ik wil het wel, ik ga het meemaken. We gaan het meemaken. Let op. Ja, gewoon gelijk naar beneden. Stap 1, in het vliegtuig stappen. Ja, dat zag ik. Stap 2, take-off. Stap 3, bal meenemen. Bal meenemen, ja, dat lukt ook. En stap 4, rest in pieces. Oké, ik ga een beetje... Ja, we zijn boven, joh. Gelijk naar beneden, hè? Heb je hem? Dat is één dood. Nou, dat lukte niet echt helemaal. Oké. Oeh! Raakte ik hem nou? Nee. Ik dacht dat ik je raakte. Oh, ik ga uit of the area, denk ik. Of niet? Waar ben ik? Waar moet ik heen? Huh, ik zit op mijn kop! What the fuck, ik vloog op mijn kop! Dat was niet de bedoeling. Kop, Tabba, jij hebt Ja. Oh, ik zie bijna. Oh. Nee! Oh, het is gelukt! Oh, mijn plan is gelukt! Maar je hebt me toch gewoon geploft, of niet? Wat? Hoor, hoe blij hij was! Je hebt me toch gewoon raakgeschoten? Of... Hey. Ik had allemaal stickers toe. Had je stickers op mijn vliegtuig? Nee, ik grond en ik wist van welke kant jij kwam. Oh, mijn god. Hoorde hoe blij hij was. Hij zei, vloog. Jee, het is gelukt. Ik dacht, jij RPG'd mij gewoon, maar dat is ook wel zo. Nee. Oké. 4-2. Ah, wat goed zeg. Jesse poelt even de Big Brain. Okay, wil je weer een steen per schade met Stino of wil je nou gewoon spelen? Bro, kans 1 op 10 halen. Oké. Zitten jullie precies 3, onder mij? 2, 1, 4. 8. Ja. Ik zit onder jou. Baby, let op. Geen idee of dat gaat werken, dat weet ik niet. Dus het zou kunnen zijn dat er straks staat Committed Suicide. Waar is hij? Nee, doe nou niet. Jawel, ik moet het even proberen. Hij gaat vliegen naar ons toe, denk ik. Zonder vliegtuig, hij zit namelijk niet meer in een vliegtuig. Ja, maar dan valt hij toch dood? Ik heb een ander idee. Wat is hij nou allemaal aan het doen? Ik ben zo benieuwd. Ik ben ook erg benieuwd. Ik denk op zich wel dat het kan gaan lukken. Ga eens iemand recht onder mij staan als je durft. Oké. Okay. Wat is het? Ik ga wel staan. Als je daar verwacht. Ja, oké. Okay. Ik sta onder je. Oké. Okay. Hij gaat echt nu afvallen gewoon. Hij doet een. Hij dropt een vliegtuig naar beneden, maar die gaat niet de goede kant op. Nee, die vliegt gewoon echt niet. Wow, wow. Nee. Dat is jammer. Het idee was leuk. Dat was wel ziek geweest. Dat is echt heel ziek geweest. Ik ga hem eruit snijden, let op. Ja, echt hè? Wow. Ik zag gewoon. Wow. Iemand raakte mij, hè? Nou, dat was ik niet. Maar zijn vliegtuig is wel bijna kapot. Je moet al een nieuw vliegtuigpamp halen. Nee hoor. Ja, hij rookt hè.
Nee, bij mij niet. Oh, ik raakte hem! Oh mijn god. Oh. Ik ga muis keyboard. Ik raakte hem. Dan kan ik beter richten. Oh, dan vliegt hij over me heen. Oh mijn god, ik raakte hem. Oh, ik raakte hem. Ah! 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 Oh my god! Oh my god! Get wrecked! Get wrecked, pik! Oh, sluit af! Het is klaar! Het is klaar! Oh my god! I'm done. Why yo, ouwe! Why yo! Why yo! Why yo! Ik gun dit Torben zo niet, dit euforische moment. Why yo! Ik gun dit Torben zo niet. Oh my god! Oh leven! Oh my god! Niet dat ik dat zie. Wat ongelooflijk ziek, hè? Dat is een Clippy. Oh. Oh, ik dat zou verboden zo, moeten worden. Zo graag Jesse's hoofd willen zien nou. Holy neten. Oh. Oh. De ultieme, luister, de ultieme payback is, snijp hem eruit nu. Ja, wat denk je dat ik ga proberen? Ja, ja, als dat zo is, dan... Maar dat lukt niet met twee vliegtuigen op me. Ja, maar dan focus maar gewoon op mij. Satino die doet gewoon rondjes vliegen. Ik ga Jesse proberen op te halen. Oh. Ja, doe dat! Okay, ik had verwacht dat je ging vliegen. Wacht, ik ga proberen Jesse op te halen. Nou, snipe me, yes? Ja, maar dit is niet te doen, goos. Dat is blijkbaar wel te doen. Oh, damn it. Wacht even hoor, yes. Oh, zo. Oh nee. Oh, ik ben een soort de muis. Is het dan makkelijker? Overhold. Oh, ik weet niet hoe het werkt dan. Ik heb het gewoon met mijn controller gedaan hoor. Zo. Hier, yes. Achter je, yes. Kom, kom. Ja. Kom. Nee! Wat? Ik wou jou er een aftikken door een klein tikje te geven. Wat een aai, ik dacht er niet bij na dat ik dan zelf ook ontplofte. Pauwpuin. Ik moet er ook nog gewoon echt even bij komen. Het mooie van die clip net is dat ik hem daarvoor, gewoon de kogel ervoor raakte ik hem ook al. Maar toen was hij niet dood. Ik heb het net ook even geprobeerd. Het is gewoon praktisch onmogelijk. Ja, dat was de meest satisfying kill ooit. Nou, Jesse, ik ga je nog een keer snipen, ja? Wat krijg ik van jou? Wat krijg ik van jou als het me nog een keer lukt? Ik ga het met muis proberen. Niks. Helemaal niks, oh. Helemaal niks. En als Satino het lukt? Ik kreeg Satino van mij. Een Mexicaan. Ja, is goed. Ja, daar heb ik zin in. Nou hoop ik eigenlijk dat het Satino lukt. Ja, ik hoop het ook. Dan krijg je een Mexicano, lekker. Waar is Jesse? Sassy Jesse, ik zie hem niet. Ja, ik zie hem ook nooit, El. Ik zie hem nooit in het begin, houden. Hij is weer die bal. Hij is aan... Oh, ik zie hem niet. Huh? Oh, hij komt echt rechts vanaf bovenaf. Hè? Ik snap het niet. Oh, daar is hij. Ik weet niet wat hij doet. Hij gaat nou naar beneden. Oké, Sassy Jassie. Ja, iemand raakt weer mijn glas. Ja, dat was ik. Oh nee, Tino. Hij heeft me! Tom, hoe raak je hem, nee, broer? Ja, ik miste je net. Oeh. Oh mijn god. Spannend, sassy. Oh, maar je weet dat ik nou... Weet je niet, ga ik ervan uit dat je gaat vliegen of ga ik ervan uit dat je niet gaat vliegen? Nee, ik kom er nog bijna op! Oh mijn god. Hij pakt me gewoon. Oh, hij pakt me gewoon. Maar ik zit heel... Dat springen, ik denk dat het met kruisjes. Nou ook wel weer springen, maar... Oh. Oké, Stino, ik wil eigenlijk gewoon dat deze pot gewonnen is. Dus ik ga gewoon volop Jesse in en dat boeit me niet. Ja, nee, is goed, jongen. Ja? Ik haal hem op. Waarom haal je hem op? Oh, je wil echt dat hij meevliegt, maar dan is hij nog steeds af. Ja, nee, maar maakt niet uit. Dan kun je echt op ons even vliegen en dan winnen we. Nou, dat denk ik dus niet. Nee, denk ik ook niet. Jesse! Ja! We komen er aan. Is goed. Oh mijn god, ik spring er vanaf. Ja! Ik spring er vanaf. Oh, hij had me gewoon, hè? Hij had nu ga gewoon. Ik tegen het plafond aan. Weer die sticky manier, hè, toch? Matchwinner! Ja. Oh, dat was het. Ah, je hebt echt geluk dat je eraf sprong.